Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de antwoorden bij de ministers. KLM moet gered worden en KLM moet natuurlijk ingrijpend gereorganiseerd worden. Het is goed om bevestigd te hebben gekregen dat KLM al de meest duurzame vliegmaatschappij ter wereld is. Dus op dat punt is er dus geen enkele aanvullende voorwaarde nodig. Maar KLM 2.0 moet bij voorkeur volledig in Nederlandse handen komen. En daartoe heb ik één motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet de intentie heeft uitgesproken financiële steun te verlenen aan KLM en de Franse overheid separate financiële steun zal verlenen aan Air France. Overwegende dat de steunmaatregelen als een mooie kans zouden kunnen worden beschouwd om van KLM weer een nationale, gezonde onderneming te maken. Overwegende dat de intensieve samenwerking met Air France kan blijven bestaan, maar dan op vrijwillige basis, verzoekt de regering het scenario uit te werken waarbij KLM tijdelijk 100% eigendom wordt van de Nederlandse staat en de Kamer hierover te informeren en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend door kameraad Baudet, die overigens ook mijn betoog in de eerste termijn volledig onderschrijft.